veiligheid beter, want ik heb nog nooit gesnowboard. En zoals je ziet staan we in een hele charmante pose. Don, wat zijn we aan het doen? We staan in een pizzapuntje. Een pizzapuntje? Ja, en een pizzapuntje kan je namelijk remmen. En dat is het belangrijkste wat je moet weten bij skiën. Oké, dus als kinderen op skiles gaan, het eerste wat ze doen is de pizzapunt. Pizzapunt. Kun je dus thuis ook gaan oefenen? Wat ik me wel afvraag is, waar zijn onze stokken? Stokken heb je niet nodig. We gaan namelijk met onze handen op onze knieën skiën dadelijk. Oké. Dus ja, als je er ook nog eens stokken vast moet houden, is dat een hoop gedoe natuurlijk. Dus dat is eigenlijk iets, want ik zie nou wel mensen voorbij komen met stokken. Dat is iets wat kinderen dus gewoon niet doen met stokken. Nee, dat doe je echt als je goed gevorderd bent. Dan kan je makkelijk met stokken skiën, maar eerst met de handen op de knieën. Handen op de knieën, geen stokken, pizzapunt. Nou, dan kun je thuis oefenen op je sokken, ergens van een bultje af. Zullen we het gaan proberen? Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Handen op je knieën, daar gaan we. Handen op je knieën. Kijk goed voor je uit. Handen op je knieën, pizzapunt voor je uit. Dag! Woo!